dat onvoorziene posten voor nu niet in de begroting staan. Dank u wel. Mevrouw Ellemeet, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ik wil even terugkomen op het interruptiedebatje wat de heer Heijink had met de minister over de farmaceutische industrie. En het interessante is dat het ministerie van deze minister zelf ook nog niet zo lang geleden heeft geconcludeerd dat farmaceutische industrie niet altijd het publiek belang voor ogen heeft. Maar dat er ook andere belangen meespelen, zoals veel winst maken. En dit heeft ook weer alles te maken met Intravac. Een heel waardevol instituut, organisatie, vaccinontwikkelaar die juist in het publiek belang denkt en werkt. En nu is deze minister, tot voor zover wij weten, van plan om ook dit vaccinontwikkelaar bedrijf te verkopen aan de markt. En nou wil ik hem toch vragen, denkt deze minister in termen van publiek belang als het om zoiets waardevols gaat als een vaccin ontwikkelen? Of zegt hij, ik heb alle vertrouwen in de farmaceutische industrie? De minister. Ja, voorzitter, allereerst, ik snap de tweedeling voor het debat. Maar die tweedeling, daar kan ik even niet in meegaan. Dat begrijpt mevrouw Ellemeet, denk ik ook, voorzitter. Als het gaat over het publieke belang en de farmaceutische industrie, dan kunnen we ook heel nuchter zijn. En allereerst, de farmaceutische industrie die zet zich in voor de ontwikkeling van producten, voor verbetering van kwaliteit van leven of voor verbetering van overlevingspercentages, etc. Dat kunnen we zien als een nobel streven. En ik weet wat dat betreft dat veel mensen die bij een farmaceutische industrie doen dat met volle overtuiging doen en blij zijn met nieuwe producten die ze soms naar de markt kunnen brengen. En terecht. Tegelijkertijd is de constatering ook heel nuchter dat zoiets ook bekostigd moet worden, dat daar ook een winstmarge op moet zetten. Maar ik ben het geheel met mevrouw Ellemeet eens dat er ook gewoon tal van situaties zijn waarbij onduidelijk is waar een prijs nu precies op gebaseerd is. Of soms zelfs nog een stapje verder, dat het eigenlijk heel erg duidelijk is en heel transparant is aan de voorkant dat er prijzen gevraagd worden die in geen enkele verhouding staan tot de daadwerkelijke productie- en ontwikkelingskosten. En ik ken ook voorbeelden, ook uit mijn vorige rol, waarbij er bijvoorbeeld een product jarenlang gemaakt werd binnen het Erasmus MC voor eigen patiënten. En dat op een gegeven moment, en dan komen we terug op een discussie terecht van de heer Heijink zojuist over patenten, er op een slimme manier een patent overgenomen werd door een bedrijf, een internationaal bedrijf, en vervolgens hetzelfde product voor ongeveer het tienvoudige van de kosten op de markt gebracht werd. En dat zijn precies de praktijken waarvan ik denk, dat kunnen wij anders. Dat moeten we ook echt anders. Dat kan wel alleen maar in internationaal verband. En als we dan komen, voorzitter, bij de specifieke vraag over Intravac, dan deel ik geheel met mevrouw Ellemeet dat beschikbaarheid en toegang tot vaccins een publiek belang is. Dat publieke belang behartigd wordt door samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en industrie. Op een juiste manier stimuleren. Sluit aan bij de discussie van zojuist. Dat we dat ook willen doen met gerichte programma's. Dat de COVID-periode ons dat ook extra heeft geleerd. Dat er meerdere bedrijven in Nederland zijn en daarbuiten die actief zijn in vaccinontwikkeling. Dat Intravac daar één van is. Maar voorzitter, dat het ook zo is dat als je kijkt naar het oorspronkelijke Nederlandse vaccininstituut, dat zoals u weet, zoals de Kamer eerder geïnformeerd is en bij betrokken was, dat in 2012 de productieeenheid van dat vaccininstituut verkocht is. En wat er overgebleven is, is eigenlijk een hele kleine eenheid die zich specifiek richt op een onderdeel van research. Een hele kleine eenheid, er werken volgens mijn informatie ongeveer 100 mensen. En dat die eigenlijk op de specifieke vaccinontwikkeling en de productie geen enkele meerwaarde heeft. En nu in de huidige setting, oorspronkelijk destijds bij de verkoop, een onderdeel werd van VWS. En op een later moment als een BV met de overheid als enige aandeelhouder neergezet is met de aanzet om dat te verkopen. En daar is een discussie al lang over, 2016, 2018. In 2020 met COVID is dat tijdelijk stilgezet. En nu zitten we in een andere situatie en nu ligt het voorstel voor om dat alsnog door te zetten. Mevrouw Ellemeet. Ja, voorzitter, ik vind dit wel een hele treurige conclusie van de minister. Eigenlijk zegt hij met zoveel woorden, ik heb het opgegeven, we geven het aan de markt en wat stelt het allemaal nog voor? Dat zou de minister toch niet moeten willen zeggen.
zoiets belangrijks als vaccins ontwikkelen en kunnen produceren. Het is al erg genoeg dat we die productie aan de markt hebben verkocht voor een luttele 32 miljoen euro. En dat was in tijden dat we het geld heel hard nodig hadden en dat er alleen vanuit het financieel oogpunt gekeken werd naar die verkoop. Vervolgens, daar heeft de minister gelijk in, dit loopt al heel erg lang, is er in 2014 door zijn eigen ministerie mensen daar gezegd: het is in nationaal en internationaal belang dat wij in ieder geval die ontwikkelaar zelf houden. Voormalig minister Ab Klink heeft ook nog een paar jaar geleden gezegd: het is een van de grootste fouten die we de afgelopen jaren binnen VWS hebben gemaakt om de productietak te verkopen. De heer minister De Jonge heeft in zijn vorige functie gezegd: we moeten echt proberen om dit te behouden. Heeft deze minister dan niets geleerd van die coronatijd? Het zou toch prioriteit nummer 1 moeten zijn om regie te houden over zoiets belangrijks als het ontwikkelen en ook wat mij betreft produceren van vaccins. Dank u wel. Het zou toch aan de minister moeten zijn om te zeggen: we maken die vaccinontwikkelaar sterker en ik hou de regie bij mij. De minister. Ja, voorzitter. Ik denk dat we heel veel geleerd hebben. Ik wil niet specifiek ingaan op de positie en de bijdrage van Intravac tijdens de COVID-periode en de ontwikkeling van vaccins. Laat ik alleen zeggen, Intravac heel nadrukkelijk is niet voor vaccinproductie. Daar zijn ze niet van, dat kunnen ze niet, daar zijn ze niet op ingericht. Het onderdeel wat daar wel op ingericht was, hebben wij 10 jaar geleden verkocht. Daar kunnen we nu misschien op een andere manier op terugkijken, maar dat is destijds gebeurd en dat kan ik niet terugdraaien. Voor Intravac, om het sterker te positioneren, is het mijn overtuiging dat het verstandig is om opnieuw op te pakken de beweging die een aantal jaar geleden is ingezet. Mevrouw Ellemeet. Ja, ik concludeer. Deze minister kiest voor de markt en niet voor het publiek belang en op zoiets wezenlijks. Want natuurlijk, produceren is één ding, maar het ontwikkelen is even cruciaal. En we weten ook, we hebben gezien wat het doet als we alles uit handen geven aan producenten die denken in termen van marktbelang. Tuurlijk zijn er verschillende belangen en motieven en zijn ze niet alleen op winst gericht. Maar we hebben gezien wat het betekent als winsten verdubbelen of vertienvoudigen. En dat moeten we niet willen. Ik vind het echt zonde en heel eerlijk gezegd ook een beetje teleurstellend dat deze minister op zoiets cruciaals zegt: ik heb alle vertrouwen in de markt. Ja, voorzitter, ik gaf al eerder in mijn toelichting aan dat ik helemaal niet alle vertrouwen heb in de markt. Alleen Intravac is wat dit betreft geen onderdeel van de markt in termen van vaccinproductie en verkoop van vaccins. Dat onderdeel hebben wij 10 jaar geleden verkocht. Daar kunnen we nu andere kwalificaties en gevoelens bij hebben, maar dat is de realiteit.